Beste kijker en luisteraar, welkom op de sofa met CK. Vandaag hebben we een bijzondere gast in onze podcast. We heten welkom aan Grace Rivellino. Grace is een trauma-expert en lifestyle coach. Zij heeft haar missie gevonden in het helpen van mensen die te maken hebben met langdurige stress en gezondheidsklachten, zoals burn-out, depressies en trauma's. Grace, welkom. Dankjewel zeker. Ja, kijk eens van een mooie. Zaderse verschijning in onze studio. Dank, u, dank. <laughs> Dankjewel. Ja, Grace, uh, je wel. Grace, jij komt net in deze superwarme dag van Nederland. Nee, van Braaschaat. Je bent ja. nog onlangs verhuisd ja. in België. Ja. Dat klopt. Ja, dat right. klopt. Maar ik zou zeggen, misschien kan je jezelf eventjes voorstellen. Oké, okay, ik ben Grace Rivellino, Italiaanse achternaam, uh, omdat ik getrouwd ben uh, en inmiddels nu bijna 25 jaar samen ben uh, met mijn uh, Italiaanse echtgenoot. Samen we hebben we vijf kinderen, drie samen en twee bonuskinderen. Waarvan de jongste, dus mijn baby, eh, bij, volgend jaar 18 wordt. Oh my god. <laughs> ja. ja. Dat zou je uh, zeggen. Nee, wow. nee. ja. Um, ja, en dan is het tijd op het moment dat, dat uh, kinderen groter worden, dat, dan, dan is het tijd van: oké, okay, wie ben ik? En. Uh, wat heb ik te brengen in de wereld, en uh, ik heb heel veel dingen gedaan uh, sinds mijn 24 ste in het ondernemerschap. Eigenlijk gerold, um, vooral gaan doen waar ik blij van werd, en gaandeweg ja, meerdere bedrijven gehad, um, um, tot op een gegeven moment. Het laatste wat ik dus nu, uh, nu doe. Ja, en uiteraard, vandaag komen we ook praten over jouw boek, en dat boek is Diamant Principe. Ja. Um, Ofwel de prijs van economische succes betaald met geluk en gezondheid. ja, dat is een hele boterham. Ja. Maar ook zo herkenbaar, denk ik. Ja. Ja. Waarover gaat het jouw boek? Dat is wel uh, misschien wel typisch. Ik heb het, uiteindelijk het boek geschreven wat ik zelf 15, 20 jaar geleden zelf nodig had gehad. Um, het boek is uh, geschreven voor, uh, speciaal voor ondernemers. Uh, omdat we allemaal een bedrijf starten, omdat we een bepaalde passie voelen, een bepaald uh, dorren in het oog, waarvan we denken, nou dat moet anders. Ik kan het anders. Maar dat we uiteindelijk ja, um, verzanden in van oké, okay, ze zeggen altijd: ondernemerschap is een soort snelkooppan voor in persoonlijke uh, ontwikkeling. Maar dat is het natuurlijk ook. Maar hoe ga je daar dan mee om? En ja, de titel. Um, ja, het diamantprincipe, ik heb dat is ook een leuke uh, leuk, uh, ja. titel. En, en, ja, wat, wat betekent dat in jouw eigen... Ja, ik vergelijk het proces van het ontstaan van diamanten met het ontwikkelen van leiders. Dus um, een diamant is eigenlijk een stukje koolstof diep in de aarde, um, wat na, naarmate van jaren uh, onder extreme druk en hit, hitte ontstaat. En, en op een gegeven moment... Als dat maar langer duurt, ontstaat diamant en die groeit. Dit is eigenlijk, of zoals ik het vergelijk met hoe leiders ontstaan: leiders worden enigszins geboren. Uh, maar worden, moeten nog wel gevormd worden. Moeten gaan groeien, moeten zich ontwikkelen. En dit is eigenlijk als een ruwe diamant. Ja, je mm. ja, ik zou een ruwe diamant, als ik hem zo vind, niet zozeer herkennen van waarde. En doordat een diamant wordt geslepen, vervolgens polijst, gaat een diamant, een diamant ja, <laughs> schitteren. Gaat schitteren. Ja. En krijgt een diamant een bepaalde aantrekkingskracht. Ik heb altijd, als ik door de diamanten wijk, dat ik de juweliers, nou dan, die, zij hebben. Een, een, een bepaalde aantrekkingskracht. En ik denk dat leiders die echt door, um, ja, door het leven, door dingen die ze mee hebben gemaakt, veel stress al in hun kinderjaren, um, ontbreken van liefde, ziekte, uh, overlijden, uh, pesten, ook, ook zoiets. Uh, dat je, dat je dingen meemaakt. waarvan we eigenlijk zoiets hebben van: oké, okay, wat, wat moeten we ermee? En wat we normaal gesproken doen, we zetten er ons overheen. Van: oké, okay, het is gebeurd, het is verleden. En. en. ja, het ja. lijf is gewoon. Ja. Maar wat we dus vergeten is dat we dat stukje polijsten. Dat we waardoor je zeker in ondernemerschap of in je leiderschap uh, moet gaan erstaan, dat dat terugkomt. Ja, maar je zegt eigenlijk, we zijn allemaal een beetje een ruwe diamant. Ja. En naarmate, wat het je daarmee doet, komt er een schitterende juweel uit ja. of blijft dan een ruwe diamant, of, of tussenin, ja, eigenlijk voor iedereen is dat een beetje anders, hè? Ja, en ik zeg inderdaad leiders, maar in, in feite is iedereen, voor mij is iedereen een leider. En dat verschil ontstaat op het moment dat iemand zegt van oké, okay, nu is het klaar, nu zit ik zo vast in mijn leven, heb ik steeds dezelfde dingen die steeds weer terugkomen in mijn leven. Dat kan in relatie zijn, dat kan in geld zijn, dat kan in geluk, uh, carrière. Dat op een gegeven moment dus die, die, de, een leider zegt van ik stop met volgen, ik ga nu controle nemen over mijn leven. Maar dan, dan begint het avontuur. Ja. ja, voilà. Maar je verhaal of je boek uh, komt eigenlijk ook uh, vanuit je eigen ondernemersnacht, maar, als ik zo mag zeggen. Ja. Kan je ons eventjes terugnemen in die periode, uh, wat dat toen gebeurd is en waarom ben je eigenlijk nu een coach geworden voor andere ondernemers? Um, het heeft alles te maken dat je... Uh, ik ben gestart met wat ik leuk vond, um, Heel veel geld verdiend, de ene succes na en het andere, leek dat alles wel veranderd. Wat heb je daar nou allemaal af? Uh, <laughs> ik ben begonnen als uh, zelfstandig praktiserend verloskundige. Dat in, in België is dat nog de vroedvrouw. De ja. En in Nederland is dat veel, heeft een, een verloskundige veel meer autonomie en vergelijkbaar eigenlijk met een huisarts. Ehm. Um, dus ja, dan word je zelfstandig in je eigen praktijk. En dan doe je gewoon je werk en, en help je uh, vrouwen in barendsnood. Het is wel grappig dat, het, dat, dat toch altijd wel mensen met nood, ja. bepaalde nood, uh, helpen. het is duidelijk dat je zorgdrager ja. type bent. Ja. En dat trekt je aan, uiteraard. Dank je. Ja, ja. Okay. Um, ja dus, dus ondernemers in jouw eerste uh, beroep als vroedvrouw. Uh, ja, mensen helpen. Ja. Um, ik ben toen gedwongen uh, om te stoppen. Dat heeft met lichamelijke klachten toen te maken dat ik letterlijk in een rolstoel terecht gekomen ben. Um, heel veel struggles gehad en uiteindelijk besloten dat ik de praktijk ging verkopen omdat het gewoon te zwaar lichamelijk was. Heel veel kindjes worden toch vaak s'nachts uh, geboren, helaas niet op afspraak. <laughs> um, en dat was eigenlijk van, oké, okay, ik ben toen met mijn man um, uh, in, in het ondernemerschap, uh, zijn we compagnons geworden. Nou ja, als, als er iets niet romantisch is, dat is zeg maar getrouwd zijn met je compagnon. Ja, vertel mensen, ik, ik <laughs> doe met mijn echte ook al 18 jaar een zaak. Dus uh, 7 dus, op 7, 24, 7. Ja, de ja. ah, ja, business. <laughs> ja, ja. En er kwam op een gegeven moment een moment dat ik um, zo hard, want we hadden toen nog drie kleine kinderen. Dat je en perfecte moeder wil zijn en de, voor de kinderen te, te zijn zoals mijn moeder. Fulltime moeder. Wilde ik dat ook aan mijn kinderen meegeven. Maar als je op een gegeven moment twee uh, horecabedrijven hebt. Is dat waar je zelf ook nog volledig operationeel uh, bent. Ik ben ondertussen ook nog uh, gediplomeerd kok geworden. En ja, als je wil kan je alles. Dat, uh, Italiaans? Chef, ja, 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 ja. <laughs> Natuurlijk. Ja. Kom komen af. We komen. <laughs> Right. Maar goed, en, en uiteindelijk, um, en, en als je zo hard werkt, ik denk dat ik zeker wel, dat is niet overdreven, 18, 20 uur per dag op een gegeven moment gewoon met werk bezig was, ontwikkelde, ontwikkelde ik een slaapstoornis waarvan ik eigenlijk dacht van nou, um, ja, weet je, het gaat wel weer over, tot op een gegeven moment zo erg wordt, twee uur per nacht uh, slapen heb ik maanden volgehouden, je, je bent echt heel sterk. Tot op een gegeven moment zoveel andere klachten erbij kwamen dat je op een gegeven moment niet meer kan. En uiteindelijk een, een, echt een fixe burn-out kon echt helemaal niks meer. Um, niet eens mezelf meer uit en aankleden, was toch wel het moment. Oh, wow. uh, ja. ja, dat was echt wel een keerpunt. Ik heb dat ook beschreven in mijn boek. Wat is dan een keerpunt van oké, okay, um, het staan van oké, okay, ik, ik, ik ga niet meer. Um, ik ga nu de leiden, leiderschap de controle terugnemen over mijn eigen leven. En uh, ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat je. Ja, een, een, een nieuw avontuur begint. En het begon eerst met antwoorden zoeken van hoe kom ik je uit? Um, toen, dat lukte niet in het reguliere circuit. Uh, mensen gaan heel snel aan uh, dat je toch uh, tabletten, slaappillen, antidepressiva. Uh, dat heb ik toen geweigerd. En ja, en dan, en dan um, ben ik eigenlijk een onderzoek voor mezelf om mezelf ja, beter te maken, eigenlijk. En er um, zijn een aantal ja, mentors, artsen, uh, Amerikaanse schrijvers, uh, of in ieder geval onderzoekers, die. Ja, ik ben als een soort bezetene uh, gaan onderzoeken van: oké, okay, wat gebeurt er dan met mijn lichaam? Wat gebeurt er dan met, met mijn geest? Wat gebeurt er met mijn hersenen als je dus en niet meer kan slapen, maar ook niet meer kan fo focussen? Als je je niet meer kan concentreren? Dat je op een gegeven moment verzuipt in, ja, in succes, maar dan ook jezelf daarin verliest. En Je hebt er eigenlijk niks. Naar de buitenkant ben je succesvol, maar de binnenkant is leeg. Ja, en mensen zeggen leeg. ook van ja: Weet je, joh, je hebt het toch helemaal gemaakt. Uh, iedereen wil, wil zo'n leven als jij. En, ja. Ja. en je creëert een soort masker. Dat is echt een big smile. Bij ja, uh, ja. mij gaat het helemaal top. Maar daarachter zit heel veel eenzaamheid, zit, ja. uh, zit verdriet. En, uh, ja en frustratie van waarom waarom ik heb alles maar waarom kan ik niet gelukkig waarom zijn? Waarom voel ik me niet gelukkig? Ja, ja. Wanneer is het genoeg? Juist. Ja, wanneer is genoeg succes en ja. wat is succes? Het is ook zo, denk ik, dat de mensen zien de eindresultaat wat je bereikt hebt, maar de weg naartoe, en wat je op dagelijkse basis voor moet doen, ja, dat zien ze niet, hè? Ja. Dat ik noem dat niet. het het zwaan ja. Een zwaan. Ik vind zwanen echt fantastische vogels. Ze zijn heel sierlijk, heel mooi wit. En op het moment dat ze ook uit water opstijgen, dan zie je echt zo die, die vleugels die dan gewoon zo heel langzaam, sierlijk, uh, hun, ja, hoe zeg je dat, wapperen. Of, en, en dat lijkt heel, heel uh, dat is zeg maar ook hoe wij succesvolle mensen zien, hè? heel gracieus, heel... Uh, ja, mooi voorkomen. Maar wat we niet zien is, zeg maar, wat onder het water gebeurt. En dat zijn die voetjes die ons heel hard trappelen. om, om gewoon op te kunnen stijgen. Ja. En ik denk dat dat. Uh, dat we daar ook in ver, ja, vergissen. Dat succes. Uh, als je heel hard werkt, dat je heel ver komt. maar dat we daarin ook wel. ja, wat voor offer ga je brengen? En voor mij heeft dat echt wel. Ik heb echt wel mijn, mijn geluk en mijn, en mijn gezondheid. Opgeofferd om. Uh, om iemand te zijn. Om. Uh een ja, misschien wel ongezonde, misschien, zeker wel een ongezonde prestatiedrang. Ja. Ja. En die kwam ergens vandaan en dat moest ik onderzoeken. Oh, ja. In jouw boek Diamantprincipes heb je het over gevolgen van langdurige stress en het negeren van oude emoties zoals burn-out, posttraumatische stresssyndroom, ja. depressie, slaapproblemen met trauma's enzovoort. Ja. Um, wat zijn de gevolgen van die uh, langdurige ja, ik zou zeggen exposure aan, aan, aan dit soort leven? Wat, we, wat ik heb pers persoonlijk heb ondervonden, maar ook waar ik, wat ik zie in, in, om me heen natuurlijk, maar ook uh, mijn cliënten. Dat we op een of andere manier ook wel gewend raken aan een portie stress. Uh, als we teruggaan naar de, echt mijn cliënten, zijn zij al van kind af aan al... Um, ja, hebben zij te maken gehad met, met stress in een bepaald gezin, gezinssamenstelling of ouders die al uh, ondernemers waren, en heel druk en, en prestatiegericht. Maar ook dat je juist, uh, zoals ik, een uh, oudste kind van 11, uh, waar we ja, geld was. Elf kinderen? Ja. 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 <laughs> Ik heb mijn moeder niet naast Ze waren nogal druk bezig. Ja, ja, ja. Okay. Maar wel leuk, hè? Ja, absoluut. Ah, absoluut. Ja, en, en dat is denk ik dat je eh, ook in een gezin van: oké, okay, hoe kan ik gezien worden? Dat je onbewust, dus vanuit eh, je kind, je kinderlijk brein, wat niet anders, ja, dat denkt toch een beetje anders dan wij als we als we volwassen zijn. Dus daar ga ik mijn lezer ook in meenemen van: hoe kan je dan slimmer worden dan je eigen brein? Maar dat je wel dus zelf gedrag uh, creëert van oké okay, um, perfectionisme um, um, ja de bepaalde talenten die je hebt waarin je dus in doorslaat um, dat je dus echt wel heel veel kunt bereiken maar ook prestatiedrang op een gegeven moment zo ongezond maakt en, en ga zo maar door jouw ja. ja, boek is vol uh, ook tips en uh, onder andere heb je het over elf succesfacetten ja. um, kan je ons uh, vertellen uh, een paar voorbeelden, misschien niet alle elf, maar toch mm -hmm. een paar, met het tipje van de sluier, zou ik zeggen, van deze succesfacetten en hoe kunnen zij helpen in moeilijke situaties? Um, de elf facetten, die zijn uh, ontstaan door Um, voor ja, elk, Een diamant uh, is geslepen in, in facetten. En um, niet elf, maar meerdere. Maar voor mij was elf die zeg maar, de lading dekte in. Um, als je de 3G's. Dan ga ik, ga ik ook weer. Uh, wat zijn dan de 3G's? Uh, dat zijn eigenlijk wel de drie uh, hoofdcategorieën waar wij toch allemaal mee bezig uh, zijn. En op een of andere manier succesvol willen zijn in. Alle drie de G's. En dat bedoel ik dan gezondheid, geluk en geld. Geld staat met name hè? economisch succes en, en gewoon geld en, en carrière. Dat we op een of andere manier, van op het moment dat we van oké, okay, als ik. Um, en daar heel veel, heel veel van mijn cliënten zeggen dat ook, als ik dan maar genoeg succes heb, dus genoeg focus heb op geld um, en mijn business. Dan komt geluk en uh, gezondheid wel vanzelf. Want dan kan ik ja geluk omdat ik ik heb het bereikt juist um, ik heb het bereikt ik kan een bepaalde vrijheid in mijn carrière of in mijn business creëren en doordat ik dan gelukkig ben dan kan ik ook gezonder zijn kan ik goed slapen en kan ik um, goed voor mezelf zorgen sporten uh, gezond eten noem maar op maar dat uh, is niet zo zo werkt uh, het niet nee en dat is vaak dat we dan zeggen van oké, okay, hoe kan dat dan? Want als ik dan mijn focus op één op g op geld, dan lijkt het alsof ik dan steken val in, in de andere twee. Of ik, dat merk je ook wel in, uh, in uitspraken die we doen van oh, ik heb geen geld, maar ik ben in ieder geval gelukkig in de, in de liefde. Dus het is zeg maar in onze mindset alsof we onszelf niet gunnen om al die drie te hebben. Dus dat we van oké, okay, we, we kiezen er gewoon één. Echt een van mijn cliënten heeft ook gezegd van nou ja. Dan heb ik in ieder geval geld en dan mijn geluksmomenten. Dan heb ik geld om mijn geluksmomenten te kopen in de vorm van een nieuwe auto of een nieuw huis in Spanje. Of, uh, ja. ja, en dat is wel dat ik zeg: van, ja, maar das, wacht even. dat is. Wacht even. Uh, geluk is iets anders dan plezier. En plezier, dat leg ik ook uit in het boek: dat is gewoon een hormoon. Waarin je op het moment dat je een leuke Porsche uh, uit de auto, uit de dealer, uh, uit de garage rijdt. En je denkt: yes, ik heb of hier een je een keer naar de handtas gaan kopen. <laughs> Juist, en nu, lui, Ja, gode, ja. Kan. precies. <laughs> dat je denkt: yes, ik heb een geluksmoment. Ik kan er weer tegen. Echt wel shoppingverslaving uh, ja. is daar. En ook een beetje aan ons uh, laten zien met jouw, ik zou zeggen, accessoires. waar dat je bereikt hebt. In ja. welke groep dat je past. Is, is dat ja. nu ook niet zo'n beetje sociaal gedrag dat we eigenlijk. Uh, in ja, dit is denk ik ook wel um, in het facet van de identiteit. Um, waarin we denken dat op het moment dat we... We hebben wel in het vormen van dat masker hè, waar ik eerder over had. Van dat, dat je je wil verbergen achter een masker. Mm -hmm. Op het moment dat we hebben dus volgens de maatschappij een bepaald masker gecreëerd. Dus op het moment dat jij succesvol bent, heel veel geld verdient, miljoenen, miljarden verdient. Dat daar dus bepaalde lifestyle bij moet zijn uh, en horen. Uh, een bepaalde auto, een bepaalde tas, inderdaad, een bepaalde merk merkschoenen. Um, waardoor wij dus zelf een, een bepaalde uh, identiteit, ik noem dat ook wel avatar, uh, ja, ja. creëren. Van nou ja, dat is de persoon en dat, dat heb ik bereikt. Maar goed, achter dat masker, daar kan dus gewoon, ja, dat je eigenlijk denkt, het boeit me eigenlijk helemaal niet die spullen. Ja. En dus dat bijvoorbeeld een ondernemer die echt gewoon, echt alles had bereikt. En op zo'n moment dat zijn gezondheid dus zo'n gezondheid had opgeofferd, dat hij uh, zoiets had van ja, ik, ik kan elk moment uh, doodgaan. Ja. En wat nu? Ja, ja en, en dat je dan van ja, um, ik, mijn bedrijf kan me gewoon gestolen worden. Ik, ik ben gewoon, en dat is echt wel iemand die dat gewoon echt heeft uitgesproken, schaamde zich er ook echt wel voor. Van ik sta gewoon op punt om gewoon alles in de fik te steken. Ja, dat is gewoon iets waar je dus jarenlang uh, alles voor opgeofferd hebt. Je, ik bedoel, je tijd met je dierbare tijd, met je gezin, tijd met. Um, de, de avonden, schoolavonden met je kinderen, tijd met, met dat je toch stiekem toch weer een laptop op vakantie neemt. Ziek zijn de eerste week dat je op vakantie gaat, dat je ziek bent. Um, op een of andere manier schijnen we dat dus dat gewoon te accepteren, uh, dat dat erbij hoort. Ja. Wie heeft dat bedacht? Ja. ja, en dat hoort er uiteraard niet bij. Nee. Maar er is niemand die ons leert. Wanneer is genoeg? Geld, wanneer is genoeg succes uiterlijk? En ja, de vraag is natuurlijk ook, ook voor mij: zijn die drie te combineren? En moeten we priori prioriteit geven aan een van de drie? Uiteraard, gezondheid, geluk, maar ja. ja, wat doe je dan? Wat, wat is jouw advies? Uh, je bent expert hè, in mijn kwestie. <laughs> Nou, ik denk dat je sowieso, wat we allemaal willen, is toch een bepaalde rijkdom ervaren. En een bepaalde vrijheid hebben in wat we doen. Dat we zelf altijd uh, eigen keuzes kunnen maken. Controle hebben over ons leven. En um, ik vind dat mensen veel meer aan hun mentale gezondheid uh, moeten, moeten werken. Um, iets wat... We gaan naar een huisarts. Um, en omdat we gewoon onszelf niet goed voelen of dat we niet kunnen slapen. En het lijkt alsof er steeds meer met pilletjes gestrooid worden om mensen te helpen. Maar. En ik denk dat we daarmee gewoon alleen maar nog groter uh, probleem creëren. Dat nu ook bijvoorbeeld uh, was laatst op de radio, dat steeds meer jongeren uh, verslaving aan, aan allerlei tabletten. Um, om gewoon maar te kunnen focussen, om gewoon, ja, waar, waar gaan we heen met, met z'n allen? Ja. Maar ook gewoon, het doet me echt pijn om, om ondernemers te zien die na, na jaren hard werken. Net um, als wat jij zegt, hè? Je hebt, wanneer is het genoeg? De, op het moment, je, er is dus een bepaald kantelpunt dat, um, dat stoppen lijkt niet meer mogelijk. Want op, dan heb je een succes. Maar wat nou als je het dan minder aan, hè, rustiger aan gaat doen? Uh, we zijn altijd bang dat daarna het hele succes dan weer wegvalt. Dus of dat je levensstijl wegvalt. juist je, je wil nog steeds voor je gezin provide, een mooi huis hebben, een mooie wagen, mooie vakanties. Ja. 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 En, en, is... en toch ook een bepaalde rust en vrijheid voor jezelf. Maar dat is dus uiteindelijk in het hele gebeuren, het hele, eigenlijk heel circus, dat die vrijheid. Je wordt een soort slaaf van je eigen bedrijf. Want je moet in dienst blijven van door blijven gaan. Maar ook gewoon dat je denkt: van ja, is dit het nu? Ja, klinkt bekend. Was ook zo voor u. Ja, ja. ja. Dat je, en ik heb zulke rare carrière switches gemaakt dat je op een gegeven moment alles wat, wat ik heb gedaan, dat, dat was succesvol. Um, en, en je dat beschrijft dat je... zeer leuk in je boek. En dan heb ik dat gedaan. En dan heb ik dat weer <laughs> gedaan. En dan heb ik die cursus. Want dat dacht mijn man, oké, okay, daar gaat ze weer al. Ja. <laughs> weer al iets nieuws. Ja. Maar dat was toch ook moedig van jou om te zeggen, kijk, oké, okay, ik heb nu de opleiding chef kok gevolgd. Ik heb het gedaan, maar niks voor mij. Op naar de volgende. Of ik ga toch blijven zoeken meeste van, denk ik, ondernemers, de meeste van de mensen blijven in gekende ja. en blijven in zekerheid van wat ze hebben. Liever dan onzekerheid, wat kan het worden ja. als ik iets anders zou doen? Ja. Ja. En jij helpt mensen om te zeggen, kijk, de wereld is zo groot, je kunt doen wat je wilt. Ja, het Eigenlijk is... Het, 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 zo. het, het is... Um, en dat is ook wel het mooie, dat we, als we dan hebben over een bepaald gedrag, of waar we in vastlopen, van oké, okay, in het leven wat ik nu heb... Um, ik ben daar niet blij mee. Dat we, dat we dus een keuze hebben van oké, okay, dan creëer je een ander. Een, een, een ander. Een, een ander leven en ik doe me denken aan een, een cliënt die vertelde dat hij die, um, die is begonnen vanuit een garage. Heel veel trouwens, heel veel cliënten die beginnen uit een de garage. De deze ook, ja. Nou ja, de, de, ja. En, en vervolgens nee, in wordt je moet je kosten sparen, natuurlijk. ja, ja, zeker. Mm -hmm. En maar dat je dus door het te voeden, door je focus op te leggen, dat het dus groeit. En dat dus een cliënt vertelde, ja, maar ik wilde dit eigenlijk nooit doen. Die die, die man had een internationaal uh, miljoenen bedrijf. Ik zeg, ja, maar en, en nu? Zeg, nou ja, die man die was dood ongelukkig. Ik zeg, ja, en nu dan? Ik zeg, ja, uh, de, ja, weet je, hoe erg is dan de, de, de uh, hoe zeg je dat, hoe, um, dat je je bewust wordt, dat je, je je hele leven lang, of in ieder geval een, een periode van je leven, een berg hebt beklommen, de top van de berg bereikt en denkt, yes, het, het is me allemaal gelukt. En bedenkt dat je de verkeerde berg heb beklommen. Ja. Of bedenken dat eens dat je op de top zit, moet je nu niet meer bouwen, maar vechten om niet te verliezen. Juist. Dat ja. is denk ik misschien ja. nog zwaarder. Hè? Ja. Zoals topatleten, eens dat je een eerste ja. of gouden medaille hebt, is nog zwaarder voor u. Ja. Iedereen ver heeft verwachtingen voor u. En dan word je dan tweede ter wereld. Is het niet goed genoeg? Ja. Hoe raar is dat? Ja. Ja. En hoe help je dan je cliënten hiermee omgaan? Wat is dan jouw advies? Geef ons een paar tipjes. Um, nou, sowieso, dat was bijvoorbeeld het emotionele succes. Een hele belangrijke, want op het moment dat er stress is en uh, angst, angst voor te verliezen, angst om te falen, uh, hulp inschakelen, by the way, is voor mentale gezondheid is ook een vorm van falen. Mensen komen echt pas bij mij op het moment dat het echt niet goed gaat. Nou, dat vind ik, dan ben je eigenlijk een beetje te laat. Nogmaals, dus never is natuurlijk te laat. Maar mensen maken zo'n enorme struggle mee dat, dat het eigenlijk niet, niet nodig is. Dus lees het boek, zou ik zeggen. <laughs> dat is altijd oh, nou, <laughs> een goede een een tip, uiteraard. Jij hebt je nu gespecialiseerd in helpen uh, of coachen mensen, vooral ondernemers. Ja. Mm, heb je ook uh, kunnen ervaren dat het toch wel mogelijk is om volledige switch te maken en, en eigenlijk verder gelukkig zijn met al dan niet minder, of, of wat, wat, wat die serie, of misschien kan je zelfs een leuk, inspirerende verhaal met ons delen? Um, oh. van, je, van je meest succesvolle omgekeer bij een klant, bij een ondernemer, dat je hebt kunnen bereiken? Um, oh, er zijn zoveel verhalen. Um... Het, het, het eerste waar, waar ik aan dacht, is dat um, de ondernemer die um, eigenlijk uh, met loterse schoenen nou ja, in, in, uh, naar kantoor rijdt. En vervolgens um, heel eenzaam voelt. Um, vrouwen deed om, om de geluk, de liefde van zijn leven te vinden. Um, alle relatie achter de rug, uh, noem maar op. En... Um, Tijdens, en dat is zeg maar de methode die ik toepas, lichaamsgerichte therapie. Dus dat het niet alleen maar praten is over uh, ellende en drama die je hebt meegemaakt. Maar juist van oké, okay, wat zit er aan emotie in, vast in je lichaam? En dat hij door, um, door te focussen um, een trauma uh, naar boven kwam. Dat hij. Um, waarin hij zichzelf blokkeerde in het, in het voelen van liefde. En dat oh. hij. Um, ja, als ik het vertel, dat je denkt, nou, dat is heel raar. Maar dat hij zelf ervaar, ervoer, zeg maar, door de, de spanning die in zijn lichaam naar boven kwam, dat hij beelden kreeg van een, hoe hij zichzelf kon saboteren in zijn, in zijn oh. geluk, maar ook in het ontvangen van liefde. Dus, als ze een beetje serieus wordt, knapte hij af. Ja, ja juist. Ja. Oh, wauw, ja. En hij wist niet waarom. En hij gaf altijd zijn bedrijf de schuld. Van mm. het komt dat vrouwen op een gegeven moment gaan zeuren. omdat ik uh, lange werkdagen heb. En het komt dat. Uh, ja. <laughs> hij komt niet vanzelf. Hè? <laughs> ja, nou, precies. En dan. Uh, dus hij gaf eigenlijk zijn bedrijf altijd de schuld. Waardoor hij steeds meer hekel kreeg aan zijn, aan zijn eigen bedrijf. En dit gebeurt voor een deel ook allemaal onbewust. Dus we, hebben dus, we ervaren dan problemen. Maar we zijn eigenlijk niet bewust van. Uh, dat we dingen denken. Voor 95% weten we niet wat we denken, doen en voelen. Dus dat is heel apart. Je hebt alleen zoiets van, nou, ik ben niet blij. Ik ben niet gelukkig in, in de liefde, zeg maar. En ja. toen hij voor zichzelf moest leren van... oké, okay, ik kan pas liefde ontvangen als ik... Anders naar mezelf ga kijken, een andere avatar voor mezelf creëer. Die niet altijd heel hard, uh, zoals die geleerd is in zijn kinderjaren. Dan gaan we het kinderlijk uh, uh, succes. Het, uh, um, ja, dat je van daaruit kon hij dingen veranderen. En, en we hadden een doel, uh, want dat is natuurlijk wel, hè, we gaan doelen opstellen van: oké, okay, waar wil je naartoe? Ik zeg dat in het boek van: Nou, uh, wat is dan eiland voor jou? Het avontuur, dat je mm -hmm. je eigen schip repareert van alle lekkages... en dat we zeggen van... oké, okay, we gaan nu koers zetten naar... Schateiland. En voor hem was dat van... ik wil gewoon een, een normale gezinssituatie... met de liefde van mijn leven. en ja, je, 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 je kunt het noemen wat je wil... maar echt een paar weken later... ontmoet hij de dame... die hij eigenlijk al langer kende... totaal niet... Um, zijn, zijn eigenlijk... Van, nou ja, zijn type was... Ja, ja. Um, maar tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds uh, helemaal happy, uh, wonen samen. Misschien uh, heel... net omdat hij jouw tips heeft gebruikt en toegepast, ja. maar dat hij eigenlijk daarvoor ja. altijd faalde in zijn privéleven. Ja. ja, en dat is wel mooi omdat ik. Uh, echt wel, um, ik heb niet veel cliënten, maar degene die ik beh ja, behandel en begeleid, daar heb ik 24-7, ja, 24 ja oké, okay, ik moet ook aan mijn eigen balans ja. denken natuurlijk, maar ik heb daar heel intensief contact mee. Dus op het moment dat zij dat er dingen voorvallen, kunnen wij gelijk sparren van, oké, okay, dit, dit, deze situatie doet zich voor. Wat gebeurt er in jouw onbewuste brein? En dan kun je natuurlijk niet Zomaar bedenken, want dat is onbewust. Maar we kunnen dat wel voelen. En door de connectie van body en mind. kun je dus van oké okay, achterhalen wat er onbewust gebeurt. Ja, dat is echt waanzinnig. Ik kan daar echt ook wel uren over doorpraten. Ja, als het ware een echte puzzel die zo ja, ja. samengesteld wordt. En dan, ja, dat ja. betekent dit en dat betekent ja, dat. Ja, mooi, mooi graag. Je hebt dat dus allemaal heel fijn voor elkaar. En ik ja. denk dat veel van ons jouw hulp kunnen gebruiken. Van ja. zo'n wijze, knappe dame. Ja. <laughs> dankjewel, dankjewel. <laughs> we moeten niet meer maken hoor. <laughs> All right. nee, ik, nee, dankjewel. Grace, ja, uh, we moeten ook een beetje op, de, op onze tijd letten. Um, is er een boodschap dat je zou willen in de wereld insturen of uh, meegeven voor onze kijkers en luisteraars? Um, Sowieso, um, voor het boek dat mensen bang zijn. Ik heb al een aantal keer gehoord dat mensen bang zijn om het te lezen, omdat ze bang zijn dat er oud zeer naar boven komt. Um, Daar kan ik al sowieso. Um, al zeggen dat dat juist niet zo is door het luchtig. Ik, ik pas de drie stappen succesformule toe, waardoor mensen door nieuwe kennis begrijpen wat er aan de hand is, waardoor ze zelf kunnen veranderen zonder dat ze soort vallen zonder parachute. Een vrije, vrije val. Um, ja. Wat ik echt. Op het moment dat je vastloopt, ga niet van oké, okay, stress, de angst, angst van te verliezen. Maar juist van oké, okay, wat is de les? hierin? Wat mag ik leren? En als je zo naar een situatie kijkt, hoe, hoe ernstig of vreselijk die ook is, soms dan maken we echt nachtmerries mee, maar op het moment dat je voor jezelf niet meer gaat re reageren, maar de observator wordt, van oké, okay, wat, wat is de les die ik hier mag leren? Ja, verandert er alles. Ja, ja en dan ben je klaar misschien voor de volgende etappe in je leven, waarin dat je toch een balans hebt tussen ja. gezondheid, en ja. geluk, en jouw professionele leven. Ja. Dat is denk ik ook een droom van ons allemaal. Ja. Of je nu zelfstandig bent of niet, het ja, 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 het maakt het eigenlijk niet uit. Ja, absoluut. Ik denk dat we dat allemaal uh, willen. Ja. Ja. Dus er is hoop. Absoluut, ja. absoluut. Gelukkig ja. maar. Ik zou zeggen aan onze kijkers en luisteraars. Uh, luisteraars, zeker een boek. Het Diamantprincipe van Grace Rewelino lezen. Want het zit vol... Mooie verhalen, luchtig geschreven, maar ook over tips voor iedereen, over balans tussen je privé- en professioneel leven. En uiteraard gezondheid eerst. Want als je gezondheid niet hebt, ja, wat heb je dan? Ja. heb je niks te meer. Hè? Je hebt nog kort gesproken over depressie. Mm -hmm. Ik heb me laten vertellen dat depressie voor het leven is. Is dat zo? Nee. Nee. Dus je kunt er volledig. Ja, depressie is dat, uh, in dit woord zeg het al, uh, het onderdrukken van emoties. En ik heb inmiddels een aantal klanten die uh, al 16 jaar, bijvoorbeeld een cliënt die al 16 jaar uh, met allerlei depressies, tabletten en alles, uh, in vijf dagen hebben we een totale shift kunnen maken. Dat, uh, oh wauw, ja. oh, wauw. Dus, dus een hele lange proces van de antidepressiva en alles hoeft nee, eigenlijk niet. Nee. Door middel van inzichten en, en wil om daar iets aan te doen, ja. kan je toch wel. Wel, uh, dan hebben we een goede adres dan. you <laughs> Voilà, ik had het zelfs beter niet kunnen zeggen dan mijn lieve gast vandaag, Grace Rivellino. Beste kijkers en luisteraars, we gaan het vandaag afsluiten. Alle podcasts van Op de Sofa met Zeka kan je bekijken op de Boekencafé en uiteraard op onze YouTube-kanaal um, Zoekwoord is Op de Sofa met Zeka. Elke dinsdag, vergeet niet in te tunen op Eclipse TV. Op kwart na drie is er telkens een nieuwe aflevering van onze podcast. Dat was het voor vandaag. Ik dank u voor uw tijd en uh, voor Kijken te luisteren en uiteraard Grace Rivellino en Seka Dobrich via Checking Out.